Welkom bij de City Run. Welkom in Amersfoort. Het is zaterdagavond, 16 uur voor de wedstrijd. Amersfoort is er klaar voor. En naar voren, je moet aan het evenement kunnen deelnemen. Je moet het evenement kunnen helpen. En je moet kunnen komen kijken. Dus iedereen in Amersfoort kan een bijdrage leveren aan het evenement en ervan genieten. Dat is onze doelstelling. En het programma, uit hoeveel onderdelen bestaat het? Het programma bestaat uit een 1 kilometer kidsrun, een 5 kilometer gewone loop met een school challenge, een middelbare scholier meelopen, en een 10 kilometer trimloopwedstrijd. Hebben de kids ook een voorbereiding gehad? De kids hebben een aantal scholen hebben een clinics gehad, helaas niet zo heel veel. De Koningsspelen hebben ons aardig in de wielen gereden. Hey, high five. Het is nog rustig, hoe kan dat? Rust. Nou, 10 kilometer moet nog starten, hè? Nou, zo meteen 10 kilometer gestart hebben, het zonnetje komt er doorheen. Nou, dan wordt hier best druk. Wat is druk? Normaal bij de grote marathon hebben we wel een 200, 250 mensen hier binnen liggen. Dit jaar lopen we met 106 mensen mee. De meeste doen de 10 en dan een aantal de 5. Nou, Meander is sponsor van deze loop, want Meander vindt het ook heel belangrijk dat mensen gezond blijven. En we hebben flink veel lopers in het ziekenhuis. In november hebben we een dokter- en zusterloop. In het kader van het nieuwe ziekenhuis is het een soort afscheidsloopje van het Elisabeth naar de Lichtenberg en dan naar de Maatweg. En dan krijgen we de vierde run, is dat het summum? Nou, als ik je heel eerlijk mag zeggen, vind ik de 5 kilometer met de school challenge, waar 300 middelbare scholieren aan deelnemen, vind ik wel eigenlijk het hoogtepunt. We hadden vorig jaar 40 middelbare scholieren, nu 300. Daar zijn we echt heel trots op. En ja, de 10 kilometer wedstrijd is natuurlijk voor de wedstrijdlopers en voor het publiek misschien het hoogtepunt, maar stiekem is voor ons het hoogtepunt de school challenge. Vindt u het spannend? Ik vind het enorm spannend. Zeker, er staat hier een heel groot kanon, dus ik ben benieuwd wat dat ons gaat brengen. Zit er ook een stukje topsport in? Er zit dit jaar voor het eerste stukje topsport in. Dat komt omdat we dit jaar geen marathon hebben, maar alleen een 10 kilometer. Overigens hebben we volgend jaar weer een marathon. Dit jaar hebben we een aantal zeer sterke lopers aan de start. Met als leuk nieuwtje dat we de dames wedstrijdlopers, 20, 3 minuten eerder laten starten. En daarna gaan de andere 2000 lopers erachteraan. En de eerste loper of loopster die binnenkomt, krijgt een extra premie. We hebben nu een aantal hele snelle Kenianen aan de start en een aantal hele snelle Nederlanders. Dus voor het topsport. Moest er klaar voor zijn voor de jacht op de dames. Ja, kijk aan. Oké, we gaan het signaal zo dadelijk geven. En we kunnen het signaal gaan geven dat we gaan starten aan de heren Vliesbiepen. En we zijn weg. We zijn weg met de Ik heb Inge. Welkom in Amersfoort. Op het Eemplein kunnen de deelnemers heel graag. En ik hoop hier nog vaak op. Uit het peloton motorrijders is compleet. Wie komt er hier als eerste op de finish aan? We gaan het zien, we gaan het meedrukken. En we hebben uw applaus nodig, dames en heren. Hier is 5-4-9-6, achtervolgd door Steven Kiplagat. Mooi. Another year, also in Amersfoort.
Hij is heel goed circuit, heel goed jaar. Je zei il y a des gens ici, c'est très bien, je suis très content pour cette victoire. Merci à tout le monde. Proficiat! Ik zei jou ook. Jij stond voor me in het wedstrijdblok natuurlijk. Krijg ik er ook één? Zeker, alstublieft.